De start van dit weekend en voor sommigen het begin van de meivakantie ging gepaard met grote contrasten binnen het land. Dit is een plaatje uit het zuiden, uit Limburg. Daar een strak blauwe lucht en ook in het noorden van Nederland scheen de zon uitbundig. Maar in een strook over het midden van het land was meer bewolking aanwezig en daar viel ook nog eens regen. En daar leek het er wel op dat de lente echt nog een beetje opstartproblemen heeft. En die kreet is ook wel van toepassing voor het weekend. Op zaterdagochtend neemt namelijk vanuit het zuiden de bewolking al vrij snel weer toe. En dan krijgen we te maken met restanten van onweersbuien uit Frankrijk. Die zijn inmiddels wel uitgedoofd en een beetje geblend in een wat meer aaneengesloten regengebied. En dat gaat zaterdag vanuit het zuiden over ons land trekken. Maar voor die regen uit kan het in de zachte lucht wel nog behoorlijk opwarmen. En ook op zondag zien we vanuit het zuiden opnieuw regen naderen. En ook dan is het toch behoorlijk wisselvallig voor de tijd van het jaar. En pas helemaal aan het einde van het weekend, dan zien we die neerslaggebieden een beetje onze landsgrenzen verlaten. Maar dan draait de stroming naar het noordwesten en dan gaat de temperatuur echt wel een flinke duikeling maken. Nou, op zaterdag krijgen we vanuit het zuiden, zuidwesten, dus met dat regengebied te maken. Maar voor de regen uit, vooral in het noorden en noordoosten van het land, kan de temperatuur nog behoorlijk gaan oplopen. Daar zo'n 18, 19 graden. Misschien hier net langs de oostgrens lokaal een 20 graden. Maar de kans daarop is relatief klein. En in het zuiden van het land, waar het dan als eerste begint te regenen, daar moeten ze genoegen nemen met zo'n 14 tot 16 graden. En in de loop van de dag trekt die regen dan weg naar het noorden en breekt de zon ook wel weer door. En dat alles bij een matige zuidoostenwind. Nou, op zondag moeten we dan met lagere temperaturen genoegen nemen. Opnieuw regen vanuit het zuiden. De maximumwaarde in de middag ligt dan tussen 13 en 15 graden. Nou, als we dan nog heel even kort vooruitblikken naar de dagen na het weekend. Voor sommigen dus de eerste week van de meivakantie. En dan zien we echt dat de temperatuur door die noordwestelijke stroming na het weekend gaat kelderen. Moeten we in de middag genoegen nemen met krap 10 graden. En in de nachten komt de temperatuur zelfs bij het vriespunt in de buurt. Dus bijvoorbeeld ook de nacht van woensdag op donderdag, de Koningsnacht, kan behoorlijk koud verlopen. En pas op Koningsdag zelf lijkt het op dat de temperatuur een beetje weer aan het opkrabbelen is. En die trend zet zich op de langere termijn misschien door. Maar tijdens het weekend eerst nog zacht, daarna wat kouder, maar wel beide dagen kans op neerslag. Thank you.